Knopje gevonden, dames en heren. Hartelijk welkom bij de raadsvergadering. We zijn compleet, dus wij kunnen een aanvang nemen. Het ligt in mijn bedoeling in ieder geval om nog op donderdagavond. We zijn bijna compleet, word ik al direct gecorrigeerd. Ik weet niet of de heer Veurink nog gaat komen. De fractie verwacht niet dat de heer Veurink nog komt. Akkoord, dan denk ik dat wij maar aannemen dat dat ook het geval zal zijn. Dan zullen we hem als afwezig in het verslag opnemen. Het is in ieder geval mijn goede voornemen om nog op donderdagavond tot een afronding van de vergadering te komen. De raadscommissie heeft iets langer geduurd dan we misschien gedacht hadden of verwacht hadden. Maar in ieder geval, het is nu 10:50. Het zou mooi zijn als we wel voor 12 klaar zijn en nog iets eerder zou helemaal mooi zijn. Dus laten we ons gezamenlijk beste daarvoor doen. Ik zal in ieder geval proberen daar een positieve bijdrage aan te leveren. Dus kunnen we de agenda vaststellen? Volgens mij is dat het geval. Dat is niet het geval. Dan begin ik met de heer De Jonge, want die trok als eerste mijn aandacht en daarna zag ik ook de heer Bongers. Eens kijken of dat allemaal werkt. Ja, voorzitter, wij hebben gezien dat er een agendapunt op het laatste moment toegevoegd is aan de agenda. En wel bij de hamerstukken. Voorzitter, ik heb behoefte aan, en niet inhoudelijk, maar procedureel, om dit agendapunt gewoon te behandelen in deze raad. Doelt u op het agendapunt nummer 8? En dat gaat over de Rotbrink. Dat kan in beslotenheid na afloop van de vergadering. Ja, voorzitter, dan probeer ik het nog een keer. Ik wil het niet over de inhoud hebben, maar over het proces. En als u echt erbij houdt van, dat zou me heel erg betreuren van, dat moet in de beslotenheid, dan hoop ik dat u mij de gelegenheid geeft om een ruime stemverklaring af te leggen. Kijk, het is een beetje semantisch om wat is ruim en wat is niet ruim. Dus om daarbij weg te blijven is het gewoon verstandig en ligt het ook in de reden dat wanneer u iets wilt zeggen over dit punt, om dat in beslotenheid te doen. Het is overigens zo, en dat weet u, dat we op enig moment hier wel in openbaarheid over komen te spreken. Zou ik u nu beknotten in wat u daarover wilt zeggen, dan wil ik u met alle plezier toezeggen dat u daarop niet al te lange termijn in de openbaarheid in de volle ruimte voor krijgt om die woorden alsnog uit te spreken. Nou, eens even kijken, doet het weer. Ja, voorzitter, wij zijn niet bij die besloten vergadering aanwezig geweest, een bewuste keus geweest. En die keuze ging niet over de geheimhouding, althans niet helemaal, maar wel over het proces. Dus die inhoud heb ik geen kennis van, hoef je voor mij niet over te discussiëren, maar wel over het proces. Dus nogmaals het verzoek om mij in de gelegenheid te stellen om met de raad van gedachten te wisselen over het proces. Ik kijk even naar de heer Bongers, die wou op dit punt volgens mij ook een opmerking maken. Althans, dat is mijn voorzichtige inschatting na 2 weken om me. Yes. Ja, uw inschatting is goed, voorzitter. Wij als LPO hebben ook grote moeite met het onderwerp waar nu geheimhouding op rust, om dat als een hamerstuk hier te agenderen. Wij vinden dat niet juist, democratisch niet juist. En ook, we hoeven niet over de inhoud te spreken nu, maar uiteindelijk komt het de inhoud ook niet ten goede. Dus wij vinden het toch belangrijk om dit onderwerp gewoon te agenderen en dat we daar dan nog eventjes goed over gaan hebben. Ik denk daarin een wat ruimere opvatting te beluisteren dat door de heer De Jonge is aangegeven, maar daar kan ik me in vergissen, want in ieder geval kan het niet zo zijn dat we over de inhoud spreken. Dat is ook in de vorige bijeenkomst uitvoerig aan de orde geweest waarom dat niet komt. Dus ik wou dat debatje maar niet overdoen. Dus de vraag van mij eigenlijk in uw richting is, ondersteunt u het verzoek van de heer De Jonge of is het een verdergaand verzoek dat u doet? Nou ja, ik kan niet in de gedachtegang van de heer De Jonge kijken, dus ik spreek namens de LPO. En wat ik gezegd heb, dat heb ik gezegd. Wij willen graag dit onderwerp agenderen, voorzitter. Dat kan, maar dan moeten we dat in beslotenheid doen, na afloop van deze vergadering. En dan verzoeken we iedereen die niet lid is van de raad om de zaal te verlaten. En dan spreken we daar met elkaar over. Die ruimte heeft u. En dat is ook uw democratische recht om dat te gebruiken. Ja, maar dat is, zoals de heer De Jong al aangaf,
Je kunt een knip maken tussen de procedurele gang van zaken en de inhoudelijke gang van zaken. En wij willen in ieder geval in openbaarheid de procedurele gang van zaken bespreken. Volgens mij, het valt procedureel, u kunt er ongetwijfeld wat over zeggen. Als de Raad bijzonder op prijs stelt om tegen elkaar iets daarover te zeggen, dan wil ik daar niet volledig voor gaan liggen. Alleen, ik denk dat het wel heel ingewikkeld wordt waar de scheidslijn bereikt. Overigens, u was met uw fractie niet aanwezig, de heer De Jonge ook niet. Dus u hebt er geen kennis van gedragen wat daar gezegd is. Hè. Dus in die zin is het lastig, maar anderen natuurlijk wel. Dus u kunt snel met elkaar een hele akelige discussie komen, waar ik dan heel goed moet luisteren om precies te horen of er niet dingen worden gezegd die niet gezegd mogen worden. Ik vraag me af of u zichzelf daarmee moet belasten op dit moment. Dus mijn voorkeur heeft het niet. Als u erover wilt spreken, gewoon in beslotenheid. En nogmaals, dat heb ik de heer De Jonge ook gezegd, als ik op dit moment een verkeerde inschatting maak of het toch zo zal blijken de komende weken dat het anders ligt, dan heeft u nog volledig de ruimte om daar in de openbaarheid iets van te vinden en te zeggen. Dus dat recht wil ik u ook niet ontnemen, want ik begrijp de gevoeligheid op dit thema. Dat heb ik u ook gezegd. Ik ben ook geen groot liefhebber van beslotenheid en geheimhouding. Maar op dit moment zie ik gewoon geen andere keuze. Dus dan laat me zeggen, met de ervaring en ook de wettelijke grondslagen, denk ik dat we dit in beslotenheid moeten doen. Als u het er niet mee eens bent, stel ik voor dat wil ik even overleggen met de griffier en dan kom ik daarop terug. U handhaaft het verzoek in ieder geval, denk ik. Ja. Het geldt ook voor de heer De Jonge, schat ik zo in. Ja, kijk, ik heb even overleg gehad met de griffier, dat heeft u gemerkt. Kijk, ik kan u niet verbieden om een aantal procesopmerkingen te maken. Het is ook niet mijn insteek om mensen dingen te verbieden, tenzij er een wettelijke grondslag onder ligt. Maar ik waarschuw u wel, als u die behoefte indringend heeft, dat u zich snel op glad ijs begeeft en ik dan wel moet ingrijpen. En eigenlijk, denk ik, is gewoon mijn inschatting dat het niet verstandig is en dat u zichzelf er ook geen plezier mee doet. Dus laat ik maar zo zeggen, ik doe als voorzitter van uw raad een klemmend beroep op u om dit niet te willen. Om mij niet in de positie te brengen om heel goed naar u te moeten luisteren. Maar als u dat toch wenst, dan kunt u een aantal procesopmerkingen maken. Beschouwd ook maar enigszins inhoudelijk is. Loopt u risico dat ik daar iets van moet vinden, wat ook verstrekkende gevolgen voor u zelf kan hebben. En in ieder geval gaan we dan in beslotenheid erover doorpraten. Handhaaft u het verzoek, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, ik handhaaf het verzoek en ik zal wel een klein tipje van de sluier opluchten, want in het verleden hebben wij afspraken gemaakt hier in deze raad hoe wij met dit soort processen omgaan. Informatie naar de raad en welk tijdstip. En daar wil ik het even met u over hebben, of dat wel de juiste keuze is die er gemaakt is en het juiste moment. Niet meer, niet minder. En nogmaals, want u wijst mij, maar ook de heer Bongers op de gevaren van dat we in de inhoud zijn. Gaan. Ik ken de inhoud niet en ik wil daar ook niet mee belast worden. Dat heb ik u vorige week ook verteld. En de gemeenteraad, daar wil ik niet mee belast worden. Ik wil vrij kunnen praten bij de begrotingsverhandeling. Dus ik vraag u te honoreren om een opmerking te maken over de procesgang. Volgens mij hebben we geconstateerd dat het als hamerstuk geagendeerd staat. U bent het daar niet mee eens. De heer Bongers ook niet. U vraagt om het alsnog te bespreken. Als het inhoudelijk is, nogmaals, dan moet dat in beslotenheid. Als u een procesopmerking wilt maken in de richting zoals u zojuist suggereert, ik denk dat het wenselijker is om het in beslotenheid te doen, maar ik kan u niet verbieden om dat in openbaarheid te doen, dan doen we dat gewoon aansluitend aan agenda punt 9. Maar nogmaals, ik moet dan wel goed opletten, enzovoort. Nou, ik hoef niet een herhaling te vervallen, daar doen we niemand een plezier mee. De heer Bongers is het denk ik op dit punt met de heer De Jonge eens, die wil ook graag het erover hebben als agenda punt 10. Dan constateer ik dat, dan gaan we dat op die manier doen. Kom ik bij het vragenuur. Er zijn... Ja, dan wordt het vanzelf naar 12 en dan valt agenda punt 10 weer van de agenda, dames en heren. Nou, ik zal het u besparen. Een half uur. Er zijn volgens mij twee vragen aangediend volgens de procedure. De eerste is door de heer Remmers en die gaat over het 11 aprilplein. De heer Remmers. Even kijken, u had de volgorde wat omgedraaid ten opzichte van mij. Het 11 aprilplein. Zoals bekend staan de bouwactiviteiten in het centrum van Ommen nog op een laag pitje. Om de projectontwikkelaar een financieel handje te helpen, heeft de gemeente 1,7 miljoen extra toegelegd op het project. In de samenwerkingsovereenkomst waarin dit geregeld is, heeft de projectontwikkelaar beloofd de bouwactiviteiten aan het 11 aprilplein direct na de ondertekening te zullen oppakken. Tot onze verbazing zien wij nog steeds geen bouwactiviteiten. Daarom de volgende vragen aan het college. 1. Is de gemeente door de projectontwikkelaar geïnformeerd over de vertraging die is opgetreden bij de bouwactiviteiten aan het 11 aprilplein? 2. Kan het college aan de raad de laatste stand van zaken meedelen? En 3. Zijn er nog mogelijkheden tot het in gebreke stellen van de projectontwikkelaar en daar financiële genoegdoening voor te vragen? Tot zover, voorzitter.
Nog steeds een beetje op zoek naar de goede knop namens het college wethouder Ter Kust. Voorzitter, dank u wel. Om het beeld helemaal compleet te hebben, even terug naar de overeenkomst. De overeenkomst bestaat uit 4 onderdelen. Dat is Kopvarsende Straat, dat is het paviljoen, dat is Vechtoevers en het 11 aprilplein. Kopvarsende Straat, conform overeenkomst, eerder dan overeenkomst, is ATK begonnen met de bouw. Ten aanzien van het paviljoen, daar zou voor 2 november zou de vergunning aanvraag zijn ingediend. Die is al ingediend. Ten aanzien van Vechtoevers, daarvoor geldt hetzelfde. Maar voor fase 1 en fase 2 is vorige week de bouwaanvraag ingediend. Dus wat dat betreft houdt ATK zich aan de overeenkomst. Dan het 11 aprilplein. Daar zit een clausule in. Men zou beginnen op 2 november uiterlijk onder voorwaarde van levering van gronden. Vanmiddag is bekend geworden dat de derde partij in deze wel wil leveren, maar om fiscale reden niet eerder dan begin 2016. We hebben afgesproken met ATK dat zij op het moment dat de gronden zijn geleverd beginnen met start bouw. En het college is voornemens om op dat moment artikel 22 van de overeenkomst om in overweging te nemen om die ten uitvoer te brengen. Tot zover. Dank u wel. Ik denk dat de vraag van de heer Remmers beantwoord is. Dan heeft hij ook nog een tweede vraag, waarvoor ik hem ook graag uitnodig naar voren voor over de Kievitstraat. Dank u wel, voorzitter. Door de bewoners van de Kievitstraat zijn wij gewezen op het feit dat Tennet en Innexus plannen hebben om het hoogspanningsstation te vergroten, om de capaciteit in de regio op die manier zeker te stellen en een aantal knelpunten op te lossen. Hiertoe is er een extra schakelveld gepland en een extra gebouw van 30 meter lang, 6 meter breed en 6 meter hoog. Hiervoor willen de bedrijven een omgevingsvergunning en een bestemmingsplanwijziging aanvragen. Deze bewoners hebben een voorlichtingsbijeenkomst gehad waar ze op de hoogte zijn gesteld van deze plannen. Zij zijn begrijpelijk erg geschrokken van de gepresenteerde voorgenomen plannen en maken zich erg zorgen over zowel de volksgezondheid als voor hun woongenot. In dat kader heeft de LPO een vijftal vragen. Is het college op de hoogte van de voorgenomen plannen van Tennet en Innexus? Zo ja, welke contacten zijn er over geweest en welke afspraken zijn er gemaakt? Is het college voornemens om medewerking te verlenen aan genoemde plannen? Is het college op de hoogte van de huidige geldende normen betreffende magnetische velden wat betreft gevoelige bestemmingen zoals woningen, zoals deze zijn opgesteld door het ministerie van Vrom? En tot slot vraag 5, wat is de rol van de gemeente in het vervolg van de procedure? Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ook in dit geval heeft u weer een duet met de heer Ter Kust. Voorzitter, dank u wel. Ik kan de geachte aanwezigen meedelen dat ook mijn mailbox onder hoogspanning heeft gestaan ten aanzien van dit onderwerp. Zelfs onder zoveel spanning dat ik afgelopen maandag dit in het PFO, portefeuillehoudersoverleg, heb besproken. Er zijn ook vragen gesteld door het CDA schriftelijk. Het is een complexe materie. Ik kan de mensen in zoverre geruststellen. Er is nog geen formeel verzoek voor afwijking bestemmingsplan of wijziging bestemmingsplan binnengekomen. En ik stel daarom voor om in alle rust deze vragen schriftelijk te beantwoorden. Ik zie de heer Remmers instemmend knikken. Ik zag vandaag de vragen van de heer Katerberg, dus met alle plezier combineren we dat. Goed zo, dan wordt vanuit het college voor integrale reactie gezorgd. Dan is iedereen ook goed op de hoogte. Mooi. Daarmee kunnen we het vragen een half uur afronden. En komen bij de vaststelling van het verslag van de openbare vergadering van uw raad van 1 oktober jongstleden. Volgens mij kunnen we dat vaststellen, is dat gebruik hier. Dan is dat bij deze geschied. Kom ik bij de ingezonden stukken en voorstellen naar aanleiding van deze ingekomen stukken. Wil iemand daar iets over zeggen? Laat ik dat maar inventariseren voordat ik door dat hele notenbox heen ben. De heer De Vries Robles. Voorzitter, het college doet een voorstel om de stukken af te handelen. Ik zou graag willen verzoeken om in afwijking van dat voorstel in ieder geval
Onderwerp 5, dat is de brief van de gemeente Dalfsen met het aanbieden van een rekenkameronderzoek, om dat in handen van de raad te stellen. En afdoening aan de raad te geven, ter afdoening aan de raad te geven. En dus niet gewoon ter kennisgeving aan te nemen. U doelt er dan op dat ook vanuit de griffie een antwoord wordt geformuleerd, of moet ik het niet zo ruimhartig opvatten? De doelstelling van mijn vraag is, om in ieder geval, kijk, het is het college van Dalfsen wat het aan ons aanbiedt met een bepaalde reden. En ik kan me voorstellen dat ons college zegt, nou, wij hebben niet direct de behoefte om daarop in te gaan, maar ik kan me aan de andere kant van de raad wel voorstellen, dit is een onderwerp wat wij vaker ter sprake gehad hebben, dat wij wel degelijk behoefte hebben om daar een echt agendapunt van te maken. Eigenlijk is uw voorstel om via de agendacommissie te kijken of het besproken zou kunnen worden in de raadscommissie. Goed zo, gaan we het zo doen. Andere opmerkingen bij dit agendapunt? Dat is niet het geval, dan nemen we de overige stukken in ieder geval voor kennisgeving aan. Dan kom ik bij de mededelingen tijdens het college. Wethouder Ter Kust. Voorzitter, ik hoop hier deze avond voor het laatst te staan, met de laatste mededeling. Vanuit de voorgenomen fusie van Reest en Wieden en Groot Salland, wat uit moet monden in Drents-Overijsselse Delta, is ons medegedeeld dat ten aanzien van de wegendifferentiatie er een significante belastingverhoging onze kant op zal komen. En dat zal betekenen voor de gemeente om een nadeel van 12.511 euro. Wij kunnen formeel hier niks tegen doen. We zijn niet gemachtigd om dit tegen te houden. Het enige wat wij kunnen doen is formeel pro forma een bezwaar indienen. En dat gaan we dan ook doen. Tot zover. En dan heb ik zelf nog iets mee te delen, maar dan neem ik even mijn kaartje mee. Ja, ja, kijk. Nou, aldoende leert men. Ik zou graag namens het college een mededeling doen rond de noodcrisisopvang van asielzoekers in ons land. We hebben afgelopen week u daar een brief over doorgestuurd, een persbericht namens de veiligheidsregio. U heeft daar ook in kunnen lezen dat er initiatieven zijn om tot een gebundelde inzet te komen, wat niet alleen vanuit humaan oogpunt goed is, maar ook vanuit gewoon het geregeld krijgen. Het college bereidt nu een brief voor die dinsdag in het college vastgesteld kan worden, zodat u ook een goed stuk heeft wat tijdens ons college is geschreven, waar u ook met elkaar en met het college over van gedachten kunt wisselen in de raadscommissie. Dat is ook voorzien in de procedure, zodat het snel kan. Dat was ook de wens vanuit uw raad en de agendacommissie. Dat is inmiddels de actualiteit op dit thema blijft toch wel vrij groot, moet ik constateren. Inmiddels heeft ons vanuit COA het verzoek bereikt om toch weer iets te doen in de sfeer van de 72-uurs opvang. U heeft ook als raad daar eerder een uitspraak over gedaan, waar u in feite de portefeuillehouder, de burgemeester, mandaat heeft gegeven om daar waar zo'n verzoek aan de orde zou zijn, daar ook het gesprek over aan te gaan. Ik ben ook voornemens dat te doen. Overigens wel onder condities die ik in dit dossier waardevol vind. Ik kan daar verder op dit moment niet zo heel veel over zeggen, omdat we nu ook in de organisatie een aantal dingen uitzoeken om te kijken hoe we op die vragen verder ook wat inhoudelijker kunnen antwoorden. Verwachting is dat we daar dinsdag ook meer over kunnen zeggen en vinden. Ik zeg u in ieder geval toe dat we u daar ook tijdig en snel over informeren op het moment dat wij daar meer over weten en ook over kunnen zeggen. Maar dat is dus wel aanstaande. In ieder geval wou ik u niet onthouden dat nu te delen. Dan kom ik bij de hamerstukken. Ik heb geen hamer, maar dat zal me er niet van weerhouden. Heb ik wel een hamer? Oh, kijk. Dan gaan we het ook echt doen, dames en heren. Oh. Oh, mijn god. Zit je verstopt? Wel een beetje een klein hamertje, maar goed, doe maar. Ik weet al wat ik bij mijn afscheid cadeau krijg. Dan krijgt u echt een forse hamer, maar goed. Zover is het nog niet. De vaststelling van het bestemmingsplan Bulemansteeg, deel 2, Lemelen. Ik kijk eerst even of er nog een stemverklaring aan de orde zou kunnen zijn. Als dat niet zo is, dan kunnen wij, niet om mijn iPad te slaan, kunnen wij conform besluiten. Kom ik bij de intrekking van de garantstelling van de stichting Vechtdal Breed. Heeft er iemand de behoefte daar een
verklaring af te leggen. Dat is niet het geval. Dan kunt u ook met dit voorstel instemmen. En agenda punt 8 is agenda punt 10 geworden. Dan kom ik bij de bespreekstukken. De vaststelling van het bestemmingsplan woonzorgcomplex Lemmerserven in Ommen. En ik zou eerst even willen inventariseren welke fracties hier iets over willen zeggen. In ieder geval ChristenUnie, LPO, VVD, D66, VOV, PvdA, sorry, overgeslagen en CDA. D'accord. Dan ga ik linksom. Wie namens de fractie van het CDA? De heer Dunnewind. Dit doet het. Voorzitter. Een langlopend traject waar al heel wat over gesproken is. Ik zal het dan ook niet lang maken. Voorzitter, waar het volgens het CDA om gaat, is het in stand houden van 110 hectare landgoed, waarbij de provincie heeft aangegeven dat landgoedeigenaren een economische drager mogen zoeken om het landgoed in stand te houden. Aangezien de huidige opbrengsten niet voldoende zijn, is een economische drager gevonden in de vorm van het bouwen van 48 zorgwoningen en een tweetal respijtwoningen. De opbrengst hiervan is direct gekoppeld aan het in stand houden van het complete landgoed en is geen doel op zich. Wat het CDA betreft een win-win situatie. Het gehele landgoed wordt nu in stand gehouden en er wordt gewerkt aan de invulling van een zorgbehoefte en dit in een natuurlijke omgeving. Een zorgbehoefte die in de toekomst ook in Ommen een steeds grotere vorm zal aannemen. En nu de provincie in juli de benodigde vergunning op basis van een natuurbeschermingswet heeft verstrekt, is er voor het CDA geen beletsel meer en zullen we ook voor het voorliggende raadsvoorstel stemmen. Dank u wel. Dank u wel. De fractie van VOV, de heer De Jonge. Ja, voorzitter. Mijn voorganger gaf het al aan. Er is ontzettend veel gesproken hier al in commissievergaderingen, raadsvergaderingen. En ons verkiezingsprogramma is hier heel helder in. Heb ik ook al een aantal keren aangegeven. Maar ik heb toch een aantal vragen, voorzitter. In het verre verleden is hier in Ommen vastgesteld, volgens mij in het Ommenmotief, dat we dit soort plannen zouden bouwen in de overgang van het centrum naar de Strangen. En wel in het havengebied. Bij de afronding van de drieslag, voorzitter, heb ik de verantwoordelijk wethouder horen zeggen, en toevallig is volgens mij de portefeuillehouder van Financiën ook hier degene die het woord overvoert over dit onderwerp, ondanks het een RO-zaak is. Maar dat even terzijde, is aangegeven dat er geen ruimte meer is voor particulier initiatief. Dat eerst de gronden van onze eigen gemeente die we in bezit hebben, dat die bebouwd moeten worden. Er zijn toen heel veel vragen van fracties over geweest, van waarom is dat wel, is dat fair voor de ontwikkeling, geeft dat kansen voor ondernemers om te bouwen. En de verantwoordelijke wethouder, en zoals we hem hier ook kennen, die altijd stevig voor zijn punt staat, bleef vasthouden van geen ruimte voor dit soort initiatieven alleen op gemeentegrond. Waarom, voorzitter, ligt dit plan nu voor, terwijl wij zelf nog grote lappen grond hebben liggen waarop bebouwd moeten worden, waar ook hele grote financiële risico's voor de toekomst om aan zitten. Voorzitter, en dan even toch nog een stukje verleden, want we hebben hier in 2009, 2010 tot in de nachtelijke uurtjes vergaderd over bestemmingsplan buitengebied en daar zijn mindere zaken door het college op afgewezen. Ik heb het daarover een klimwand, een wens van een aantal recreatieondernemers die niet gebouwd mocht worden omdat het in een natuurgebied stond. Een tweede bedrijfswoning mocht niet gebouwd worden omdat die in een bedrijfsgebied stond. Voorzitter, waarom nu wel en waarvoor geeft het college nu wel de volledige steun de bouw van 48 en 2 woningen in een prachtig mooi stukje natuurgebied? Dank u wel, de heer De Jonge. Dan is het woord aan de heer Nijhuis, D66. Voilà. Meneer de voorzitter, de Stekkenkamp. Dit is inmiddels een dik dossier. Veel meningen en veronderstellingen zijn al gedaan en al dan niet weerlicht. Als we de afgelopen jaren even de revue laten passeren, lijkt het vooral op een soort tweestrijd tussen de Stekkenkamp en de Vereniging Natuur en Milieu de Verstreek. En dat betreuren wij. Beide partijen hebben het goed voor met de omgeving en doen beide hun best om natuur in Ommen te beschermen. De vereniging doet dit door elke bedreiging van natuurwaarde aan de kaak te stellen en het landgoed zoekt naar middelen om het landgoed en daarmee ook de natuur op het landgoed veilig te stellen. Zoals bekend
en door de provincie bevestigd, heeft het landgoed een jaarlijks tekort op de begroting, dat al jaren aangevuld wordt uit privévermogen. Dat dit geen houdbare duurzame financiële situatie voor het landgoed is, spreekt voor zich. Het landgoed is meer dan 10 jaar bezig om een duurzame inkomstenbron te genereren. In 2006 is hiervoor het landgoedversterkingsplan ontwikkeld, om te komen tot een duurzaam behoud van een vitaal landschap, inclusief de natuurwaarden. Het landgoed heeft de ambitie om de kwaliteit van hun bezit, zowel landschappelijk, ecologisch als economisch, in optimale vorm te houden. Het voorliggende plan, waar zorgwoningen voor de duurzame inkomsten moeten zorgen om het hele landgoed rendabel te houden, moet daarin voorzien. Daarentegen zijn leden van de Vereniging Natuur en Milieu de Verstreek tegen deze plannen. Hun zorg is de aantasting van de natuur door deze zorgwoningen. Voor beide partijen kunnen wij begrip hebben. Als D66 hebben wij ons duidelijk uitgesproken dat wij vinden dat deze ontwikkeling binnen de daarvoor geldende democratisch vastgestelde procedures dient te worden gevolgd. Een van de cruciale zaken voor ons is de vergunning volgens de Natuurbeschermingswet. Daaraan zijn zware eisen gesteld. Als daaraan wordt voldaan, los van ieders persoonlijke mening, moeten wij vaststellen dat het hier om een zorgvuldig doorlopend proces gaat. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijhuis, fractie van de VVD. Mevrouw Schunselaar. Ja, voorzitter, omwille van mijn stem zal ik het echt heel kort houden, want ik hoop niet dat hij helemaal weer wegvalt. Voor wat betreft het project Lemmens Erven zal de VVD het groene licht geven. De vele vragen die anderen die wij ook gesteld hebben in de afgelopen periode zijn dusdanige antwoorden binnengekomen dat dit voor ons als VVD geen enkele aanleiding is om dit bestemmingsplan niet vast te stellen. We zijn dan ook blij met de vele antwoorden die we gekregen hebben. Het gaf er ontzettend veel leesvoer, maar dat betekent ook dat wij niet het gevoel hebben over één dag ijs te zijn gegaan. Voorzitter, we zijn akkoord met het raadsvoorstel. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schunselaar. Dan is het woord aan de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is inderdaad al lang en breed over gesproken, over dit bestemmingsplan. Het gaat hier om de bouw van 50 zorgwoningen in het buitengebied van Ommen. Er zijn ook in de commissies heel veel randzaken aan de orde geweest over dingen waar deze raad helemaal niet over gaat. Het gaat om of het wel exploitabel is en wat de huur wordt van die woningen, wie erin komt en dit en alles meer. Deze raad gaat sec over het al dan niet toestaan van de bouw van 50 zorgwoningen in het buitengebied van Ommen. Voorzitter, de Partij van de Arbeid was en is hier geen voorstander van. Niet om het plan op zich. Het is zelfs zo dat wij het plan op zich architectonisch en landschappelijk uitstekend vinden. Het is bijzonder goed geprobeerd om dit in te passen in het landschap en daar hebben wij alle waardering voor. Grote vraagtekens hebben wij alleen bij de locatie. Het gaat hier om een uniek natuurgebied, grenzend aan een Natura 2000 gebied. En de vraag is dan of dit nou de meest ideale locatie is om 50 zorgwoningen te bouwen. En dan gaan we ook nog naar andere dingen. Inderdaad is het dan inderdaad een jaar geleden in orde geweest, bestemmingsplan buitengebied, waarbij deze gemeente hele ferme uitspraken gedaan heeft. Geen extra woningen in het buitengebied, tenzij het gaat om een kankerdoewoning of een rood-rood-regeling. Allebei deze dingen zijn hier niet aan de orde. Wij vinden deze locatie niet de meest geschikte. En als er blijkbaar behoefte is aan dit soort woningen, dat kunnen we ons voorstellen, dan zijn er veel meer voor de hand liggende locaties in deze gemeente. Dank u wel. Meneer Moerman, dan is het woord aan de fractie van de LPO, de heer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook in een eerder stadium heeft de LPO al aangegeven geen heil te zien in de gepresenteerde plannen. En wij zien vooralsnog weinig aanleiding om onze mening te herzien. Waarom zouden we een prachtig stuk natuurgebied opofferen? Puur voor het financiële gewin. Het feit dat de heer De Jong al aangaf dat de wethouder van Financiën het woord voert, zegt daar misschien al voldoende in. Want het gaat hier om geld. En geld zien we op heel veel fronten terug. We hebben eerdere initiatieven gezien die we teruggefloten hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Lindenberg. En ook is er eerder aangegeven van is er wel vraag naar de hier aangeboden zorg. De gemeente Ommen heeft voldoende problemen, ook op ruimtelijke ordeninggebied. Dus als we iets willen realiseren, ziet het dan ergens anders te realiseren. En niet in dit natuurgebied. Waarbij we, als we al instemmen, nog een lange procedure tot aan de Raad van State krijgen voordat er al iets gebeurt. Beter ten halve keer dan ten hele gedwaald.
Dank u wel, meneer Remmers. Dan is het woord aan de fractie van de ChristenUnie, de heer Van der Moren. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook wij zullen een poging doen om het tijdstip van 12 uur te halen. Dus ook onze bijdrage is kort en ligt een beetje qua lengte in het verlengde van de vorige sprekers. Al jarenlang speelt voor de Stekkerkamp de vraag hoe het landgoed van meer inkomsten kan worden voorzien. En ook al jarenlang is de gemeente Ommen bezig om voor haar inwoners goede zorglocaties te organiseren. Opvallend is dat het particuliere initiatief van de Stekkerkamp in zekere zin omarmd wordt door het college. We kijken dan bijvoorbeeld naar bijlage 10. Grote meerwaarde heeft het project in het verder ontwikkelen van een onderdeel van landgoed Stekkerkamp. Tegelijk neemt het college afstand door te benadrukken dat het gaat om een particulier initiatief en alleen maar is getoetst op procedurele haalbaarheid. De fractie van de ChristenUnie heeft de plannen ook beoordeeld. En waar is waar? Anderen hebben dat ook al gezegd. De Stekkerkamp heeft de voorbereiding op werkelijk uitstekende wijze verzorgd. De verbeelding van de plannen ziet er prima uit. Alle partijen, ook de fracties, zijn uitgenodigd en goed geïnformeerd. Zelfs zo goed dat je soms door de bomen het bos werkelijk niet meer kunt zien. En dat bedoel ik natuurlijk overdrachtelijk als ik alleen al let op de 29 bijlagen die bij dit onderwerp zijn gevoegd. In verschillende commissievergaderingen zijn de voors en tegens uitbundig voor het voetlicht gebracht. En zowel wat het aspect van de zorg betreft als het aspect van de ruimtelijke ordening. En al die argumenten gaan ook wij niet herhalen. We krijgen nu wel de indruk dat we in een soort wel eens nietes fase zijn aanbeland als we afgaan op de stukken die ons van verschillende kanten hebben bereikt. De fractie van de ChristenUnie die is van mening dat nog afgezien van de vraag of om een behoefte heeft aan de gevraagde zorg, de plannen in ieder geval niet moeten worden gerealiseerd op de beoogde locatie die in een beschermd natuurgebied ligt. Aan de overkant van de weg ligt een veel minder kwetsbare camperplaats die ook tot het landgoed behoort. En ik begon net mijn bijdrage, voorzitter, met het economisch belang dat wij in de plannen met de Stekkerkamp duidelijk zien. Dat hoeft ook geen bezwaar te zijn, mits die plannen passen in ten eerste het zorgbeleid van de gemeente Ommen voor haar inwoners en in de tweede plaats dat het beschermde natuurgebied ook inderdaad beschermd blijft. Met andere woorden, als het particulier belang aansluit bij het behartigen van het algemeen belang, dan ondervindt u van ons geen enkel bezwaar bij uw voorstellen. Maar we zijn niet overtuigd van die aansluiting. En terzijde willen we nog opmerken dat we best nieuwsgierig zijn naar het overleg dat de Statencommissie gisteren met gedeputeerde Meij heeft gehad en heeft afgesproken over natuurbeheer en achteruitgang van de biodiversiteit in Overijssel. Maar daar zullen we nog wel van horen. Onze conclusie, nu al, meneer de voorzitter, het raadsvoorstel kent 7 beslispunten. De fractie van de ChristenUnie zal op alle 7 punten tegenstemmen. Dank u. Dank u wel. Dan kom ik bij het college, de heer Schelen. Voorzitter, ik denk dat beantwoording ook relatief kort kan zijn, omdat meerdere fracties met name ook stemverklaringen hebben afgegeven. Ik denk dat ze inderdaad wel met elkaar hebben vastgesteld dat dit een heel langdurig proces is geweest en dat alle stukken wel op tafel liggen. En ja, het is dan een kwestie van kiezen. Met de heer Nijhuis vind ik het inderdaad wel spijtig dat het nu lijkt alsof zeg maar partijen zoals landgoed en natuur en milieu uit elkaar zijn geraakt. Dat is heel spijtig. Ik doe daar ook verder geen uitspraak over. Het is een vaststelling. Ik denk dat we met elkaar wel moeten vaststellen dan van hoe kunnen we ook indirect waarborgen dat de natuurwaarden zoveel als mogelijk worden gehaald en beschermd. En u heeft terecht aangegeven dat de natuurbeschermingswet vergunning daarin natuurlijk heel erg maatgevend is. De heer De Jonge had nog de vraag van goh, hoe zat het nou eigenlijk met zeg maar de mogelijkheid om te bouwen in het buitengebied. En was niet zeg maar deze wethouder die daar in 2009 al iets over gezegd heeft. Bij de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied. Wel nu, ik ben al behoorlijk langzamerhand in deze gemeente. Ik voel me zo langzamerhand een nestor worden in het college. Maar desalniettemin, bij die desbetreffende vergadering was ik er nog niet. Het is ook niet interessant, want het college staat gewoon voor ook die besluiten die eertijds genomen zijn.
Dat is staatsrechtelijk zo en daar blijven we natuurlijk ook gewoon bij staan. Maar, en dat is natuurlijk wel het belangrijkste, in de tijd is nadrukkelijk zeg maar gesproken over bouwen volgens de woningcontingenten. En waar we het hier over hebben, dat zijn zorgwoningen. Die vallen buiten die contingenten. En dat is exact het verschil met ook dit traject. Uiteraard zijn er eisen aan het natuurgebied te stellen. En daar heb ik, dacht ik, ook in commissieverband al uitvoerig over gesproken. Als u daar in tweede termijn nog verder over wil wisselen, dan zie ik dat wel tegemoet. Ten slotte, voorzitter, de heer Remmers vroeg nog van, goh, gaat het hier nou alleen om geld? Antwoord, nee, daar gaat het hier dus niet om. Waar het hier om gaat, ten diepste, is dat een groen en gastvrij Ommen ook ruimte biedt voor mensen met een zorgbehoefte in een groene omgeving. Waardoor een mooi landgoed, wat ons betreft, duurzaam in stand kan worden gehouden. En daar mag ik bij laten, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik nog even of er nog behoefte is aan een korte tweede ronde. Fractie CDA niet, fractie van de VOV, de heer De Jonge. Voorzitter, ik betreur dat de wethouder een aantal zaken uit mijn betoog door elkaar heeft gehaald. Want ik heb over hetgene wat aangegeven is, en dat was bij een vergadering waar de wethouder wel degelijk bij aanwezig was. Dat was bij Alfrahonding van de Drieslag. En dat was volgens mij op 15 december 2012. Toen heeft de wethouder namens het college aangegeven, er is geen ruimte meer voor particulier initiatief. Wij gaan eerst de gronden van de gemeente Ommen bebouwen. En zeer terecht, er is hier in de raad een discussie over geweest door bepaalde fracties. En aangegeven waarom dat zo moest zijn. Want er moest in optiek van een aantal fracties ook ruimte zijn voor particulier initiatief. Onder druk van deze wethouder is toen ervoor gekozen om geen ruimte te scheppen voor particulier initiatief, maar ruimte voor bebouwing op de plekken waar het thuis hoort binnen de gemeente Ommen. En wat ik u aan heb gegeven, dat was bij inderdaad voor 2008-2009, toen was de wethouder nog niet. En dat ging over de bebouwing van zorgwoningen en sociale woningbouw in het havengebied, om een overlap te creëren tussen de stadsgrenzen, het centrum en de strangen. Ja, voorzitter, en nu we het hier toch over hebben, want als ik goed de stukken gelezen heb en de geschiedenis nagespit heb, is vanaf 2005-2006 ligt het voorstel hier al in de raad. Dit is nooit doorgevoerd totdat de wethouder aantrad, omdat er geen draagvlak was in de raad, voorzitter. En wij kennen de wethouder Schelen als iemand die ergens voor staat dat hij daar ook voor gaat. En ja, ik durf haast wel te zeggen, soms ook wel de grenzen opzoekt naar de bevoegdheden van de raad en bevoegdheden van het college. Dus is toch bij mij de vraag, en de heer Remmers gaf het ook al aan, is er een verband tussen het stuk, het niet krijgen van draagvlak in de raad en de reden dat niet de wethouder van ruimtelijke ordening en ook zijn voorgangers dit stuk behandeld hebben, maar de wethouder van zorg en financiën? Ik kijk even verder de kring rond. Wethouder Schelen blijft nog even zitten. Dan kan hij nog even nadenken over eenheid van beleid en namens het college en zo. Maar dat gaat hij zo allemaal zelf zeggen. Ik kijk even verder. Ja, de heer Remmers, LPO. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik werd toch nog door de bijdragers van anderen even getriggerd. Ten eerste richting de wethouder. Het klonk nu alsof de LPO niet gasvrij zou willen zijn. Daar gaat het denk ik niet om. Ik denk dat we allemaal wel de zorg willen bieden zoals die hier geboden wordt. En misschien ook wel in een omgeving zoals die hier geboden wordt. Alleen het is inderdaad, welke prijs wil je daarvoor betalen? En ik denk dat we als gemeente Ommen, waarbij inderdaad natuur zo belangrijk is, waar het de belangrijkste bron van inkomsten is, dat we die niet moeten vergooien voor een project wat inderdaad financieel gewin oplevert. En in dat verlengde verbazen me toch ook wel de bijdrage van D66, waarbij we recentelijk een uitnodiging hebben gekregen voor de milieuprijs. En dan, als ik dan nu zie welke keuzes ze maken, dan denk ik van, ja, dan denk ik dat de winnaar van deze milieuprijs vanavond ook bekend gaat worden. Dank u wel. Het gaat hier om een duurzaamheidsprijs, hè? Niet om een milieuprijs. Goed. Maar dat is buiten de orde.
Dus ik ga weer naar de orde, wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Ook voor het kaartje. Eigenlijk twee vragen nog van de heer De Jonge. Was er nou een verband tussen de drieslag? Dat zou u misschien kunnen aanspreken, dat u als spreekgestoeld de toekomst ingaat. Maar misschien moet u het kaartje omdraaien. Geweldig. Uiteindelijk komt het allemaal goed. En dat gevoel heb ik ook bij dit voorstel trouwens. Maar dat is een ander verhaal. Voorzitter, er waren nog twee vragen van de heer De Jonge. De eerste was van, is er een verband tussen de drieslag woningbouw en particulier initiatief die niet zou kunnen worden doorgevoerd? Antwoord, nee, dat verband is er niet. En zeker niet op de manier zoals u stelde. Ik hou staande dat wij steeds hebben gezegd dat wat betreft de woningbouw in Ommen, en dat stond even los van die vergadering trouwens, de contingenten bepaald hebben laten zijn. En juist voor de contingenten de duidelijke afspraak hebben gemaakt dat dat juist op gemeentelijke grond zou zijn. Voor mij was dus niet de particuliere sector als het gaat om de zorgwoningen. Het punt is altijd een beetje moeilijk te vinden, maar hij was er nu. De heer Bongers, interruptie. Dank u wel, voorzitter. Het verbaast me enigszins de reactie van de wethouder, want we hebben nog zeer recentelijk een brief ontvangen over de Chevalerostraat, waarin een particulier initiatief al enige jaren geleden, maar nu weer, om gebruik te maken van het appartementencomplex, om dat om te bouwen naar toepasbare private appartementen. Het antwoord van het college was nu flexibel ja en nee, want het argument was ja, we begrijpen dat u dat wil doen. En dat het ook zinvol is. Maar nee, we willen de private mogelijkheden, of onze eigen gronden gaan voor als het gaat om ontwikkeling van bouwactiviteiten. En nu ontkent u op de vraag van de heer Jonge van nee, daar is nooit sprake van geweest. Er is na de drieslag consequent sprake van geweest dat we eerst onze eigen gronden tot ontwikkeling brengen voordat we private initiatieven ondersteunen. Klopt dat? Ik wou zeggen, er komt een vraag, maar dat was... Antwoord nee, klopt niet. Ook in dat geval gaat het niet om zorgwoningen. Ja. Tweede vraag van de heer Ik De Jonge. Ik kijk naar de heer De Jonge, want die wil ook graag interrumperen. Maar hoop ook dat hij doet. Ja, voorzitter, ik heb nog een voorbeeld. Want de wethouder die speculeert dan wel over zorg. Maar ik zie het verschil niet tussen particulier initiatief en de zorg. Dus misschien kan de wethouder aangeven waar dat vandaan komt. En de tweede is van, als je kijkt naar particuliere initiatief, hoe kijkt het college aan tegen de plannen op Hessenweg West, Dante achter Erven Slotman, waar een projectontwikkelaar nog de wens heeft om woningen te bouwen? Twee vragen. De heer Schelen. Voorzitter, ik krijg wel het gevoel dat hier zo langzamerhand we een beetje buiten het stellige onderwerp komen. De vraag was van, waarom kan het nu dat op de Stekkerkamp Lemmers Erven gebouwd kan worden, daar waar we juist terughoudend waren bij particuliere initiatieven? Ik heb u geantwoord dat dat nooit gold voor zorgwoningen, omdat die buiten de contingenten vielen. Dat was de eertijdse afspraak. Daar is niks aan anders gekomen. Tweede vraag die u stelde, de heer De Jonge, was van, is er een verband tussen het feit dat dit voorstel wordt verdedigd door de wethouder Financiën en tevens Zorg en het feit dat het een ruimtelijk project betreft? Het antwoord is, daar is geen verband. Dat is gewoon een portefeuilleverdeling en ik spreek hier namens het college. De heer Bongers heeft nog een interruptiepunt. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die knip die de heer Schelen maakt van private ontwikkelingen, daar hebben we uitzondering voor gemaakt voor zorg. Nou, dan zou ik dat graag eens op schrift willen zien, daar waar we die uitzondering hebben gemaakt. Maar dat laat onverlet dat er natuurlijk ook alternatieve locaties zijn binnen ons eigen contingent. Want ja, neem bijvoorbeeld de Robbrink, daar zou perfect 48 zorgwoningen geplaatst kunnen worden. Wat houdt dat tegen? Ja, Schelen, denk ik dat we zo langzamerhand dit puntje wat afronden. Want ik denk dat het politieke punt wel gemaakt is door u beiden. Maar dat kan ik verkeerd inschatten. De heer Schelen. Nou, voorzitter, dat beeld heb ik ook. Laat ik in ieder geval nogmaals bevestigen dat het dus niet ging om zorgwoningen. Het ging er juist om dat het buiten de contingenten viel. Daar ging het om.
En ja, er zijn misschien andere aantrekkelijke alternatieven voor woningen, zorgwoningen in Ommen. En ik begrijp dat u al een suggestie heeft. Nou, daar gaan we het vast nog een keer over hebben. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat die voorspelling in ieder geval uit gaat komen. Was u klaar met de beantwoording, meneer Schelen? D'accord, dan komen we tot een afronding van dit agendapunt. Ik heb begrepen dat u bij handopsteken voor of tegen bent. Ik kan u een plezier doen door alle besluitpunten afzonderlijk voor te gaan dragen, maar dat wou ik me niet doen. Dus ik denk dat u integraal voor of tegen bent, want dat is volgens mij ook hoe u erin zit als ik zo uw verschillende bijdragen heb beluisterd. Dus ik wou eerst maar eens kijken, als ik mijn pincode nog weet van dit ding, ja. Welke fracties voor het voorstel van het college zijn? Dat zijn de fracties van het CDA, fractie D66 en de fractie van de VVD. Welke fracties zijn tegen dit voorstel? Fractie VOV, Partij van de Arbeid, LPO en ChristenUnie. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen. Dan kom ik bij het nieuwe agendapunt 10, het voormalige agendapunt 8. De bekrachtiging van de geheimhouding informatie Rotbrink, waarbij ik u er graag op wijs dat het om een procedurele bespreking gaat. De heer De Jonge heeft het als eerste. Oh, sorry. Ja, ik verzoek de heer Katerberg om deze kant op te komen. Dan kan hij de voorzittershamer hanteren. De heer De Jonge over de procedure. Ja, voorzitter, even een klein opstapje, want ook wij, onze fractie, kan zich voorstellen dat er in bepaalde zaken geheimhouding opgelegd gaat worden en kan worden. En dat de Raad dat bekrachtigt. Financiële zaken, naar artikel 25 van de gemeentewet is daar helder en duidelijk in, voorzitter. Waar ons nu de schoen wringt, is het momentum en het onderwerp, voorzitter. Als we terugkijken naar afronding van de drieslag, waar de Rotbrink, voorzitter, een onderdeel van was, zijn er een aantal afspraken gemaakt, voorzitter. Voorzitter, de wethouder die daarvoor verantwoordelijk was, dat is de heer Schelen, die is diep door het stof gegaan. Er is een onderzoeksrapport gepresenteerd en de wethouder die heeft, ik zal het maar netjes noemen, de mea culpa en zijn excuus aangeboden en aangegeven van wij houden ons aan de aanbevelingen, of het college houdt zich aan de aanbevelingen van het rapport, onderzoeksrapport De Drieslag. Voorzitter, daar staat ook een heel uitgebreid verhaal bij over goed bestuurderschap. Voorzitter, en die aanbeveling is door het college overgenomen. En in die aanbeveling er staat onder andere in dat de gemeenteraad in dit soort zaken tijdig betrokken zou worden en tijdig geïnformeerd zou worden. Voorzitter, in diverse raadsvergaderingen, bij kadernota's, bij begroting, zijn er vragen gesteld over de voortgang van de Rotbrink. Voorzitter, want wij zijn ons ook ervan bewust dat de Rotbrink ondergebracht is in een aparte identiteit. Maar wel met dat verhaal dat de gemeente van Ommen, gemeente Ommen, risicodragend is, de verantwoording van heeft. Bij dezelfde afronding van de die drieslag, voorzitter, is een motie ingediend. Een motie van D66. Een motie van treurnis. Want een motie van wantrouwen heeft het niet gehaald en is maar verpakt in een motie van treurnis. Voorzitter, en de overwegingen, daar zal ik er twee opnoemen, dat bedoelde bestuurders de vereisten en criteria van goed bestuurderschap niet CQ, niet volledig doende in acht hebben genomen. Volgende bullet, dat de informatievoorziening aan de verantwoordelijke gremia, in bijzonder de gemeenteraad van Ommen, onvoldoende is geweest. Voorzitter, die motie van afkeuring is, van treurnis is aangenomen. Dan heb ik de volgende vragen, voorzitter. Waarom is ervoor gekozen op het moment, dus verleden week, vlak voor de begrotingsvergadering, om de gemeenteraad onder geheimhouding te informeren over de Rotbrink? Voorzitter, waarvoor is de raad niet eerder geïnformeerd en betrokken? Want ik heb de stukken even nagekeken en het was in buiten het focusverhaal, dus het verhaal over
detailhandel op de Rot Brink, was het op 18 oktober 2011 waar de Raad voor het laatst geïnformeerd is over de status van de Rot Brink. Dus kortom, waarom het tijdstip vlak voor de begrotingsvergadering en waarom niet eerder? De heer Bongers. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het proberen kort te houden, iets minder aanloop. Maar dat houdt wel hetzelfde verband, want de leerpunten uit de drieslag waren dat ook de Raad daar een verantwoordelijkheid heeft in dat soort debakels. Actief geïnformeerd worden en actief vragen naar informatie. Nou, je kunt de bestanden nakijken. De LPO heeft bij monden van deze persoon, zowel schriftelijk als monding, bij herhaling gevraagd wat is de situatie en wat gaan we doen aan de Robrink. En dat is bij de kadernota, bij de begroting, telkens aan de orde geweest. En dan is het wel heel vreemd dat je 2 weken voor de behandeling van die begroting, waar een van de grootste risico's, benoemd ook door onze eigen accountant, publiekelijk aangegeven, hij heeft het ook gekwantificeerd, dat daar dan, stand P, een geheimhouding wordt gevraagd, of wordt, beter gezegd, wordt opgelegd. 2 weken voor de begroting, waarin juist dit onderwerp, voor de LPO stond dat in ieder geval als een van de hoofdpunten in het betoog. En nog trouwens. Dat bevreemd wel, want ik wil dat toch even iets zeggen. We hebben 4 jaar lang gewacht op acties, inhoud, et cetera. En het heeft 0,0 opgeleverd. Het is wel belastinggeld, hè? Het is niet voor de raadsfracties, het is niet voor het college. Het gaat om heel veel geld voor de belastingbetaler. En we hebben al ruim 20 miljoen euro opgeofferd voor de drieslag. En dit is er nog een vervolg op. En ik begrijp wel dat het niet makkelijk is. Maar wij hebben herhaling gevraagd van, zijn er mededelingen? Geen mededelingen. En 2 weken voor de begroting. Nou, ik stop met de herhaling. Ik wil u toch daarbij ook één boodschap meegeven. En dat zou ik niet te lichtzinnig nemen. Ik heb er ook bij de accountant, onze eigen accountant, naar gevraagd. Hè? Op het moment dat u kennis heeft van een situatie, een risicosituatie, benoembaar, maar ook kwantificeerbaar, zult u daar iets mee moeten doen. Ook in uw begroting. En ik help u daaraan herinneren. Tot zover, voorzitter. Ik heb het gevoel dat u inhoudelijk een aantal dingen noemt, maar dat u de procedure niet te bed hebt gebracht. Dus ik wilde graag weten van, hoe kijkt u, wat waren uw opmerkingen over de procedure? Nou, de goede luisteraar, voorzitter, heeft begrepen dat het toch wel erg jammer is dat we 4 jaar niks horen en dat we nu 2 weken voor de begroting het zwijgen monddood worden gemaakt. En daar ben ik dus op tegen. En ik heb als eerste gezegd, natuurlijk zijn er situaties waarbij je geheimhouding op het moment dat je in onderhandeling zit of et cetera. We hebben dat ook regelmatig aangeboden aan de portefeuillehouder. Betrek ons erin. Beleg zo nodig een besloten vergadering. Maar niet 2 weken voor de begroting. Dus wij willen gewoon openheid van zaken, voorzitter. Want de onderbevolking heeft er recht op. Nou, dan de portefeuillehouder. Weer op knopje drukken. Ja, excuus. Ja, dames en heren, de Rot Brink. Tot 2 weken geleden had ik er nog nooit van gehoord. Maar misschien is dat wel onderdeel van het vraagstuk waar we de komende weken met elkaar nader over komen te spreken. Ik maak deze opmerking niet om er lichtzinnig mee om te gaan, want ik begrijp heel goed de gevoeligheid die dat in de Raad heeft. En ik zou het zonde vinden als het feit dat het in beslotenheid over gesproken moet worden, of is geworden, van invloed is op hoe wij in het vervolg over dit dossier komen te spreken. In ieder geval is het mijn persoonlijke wens dat dat niet van invloed zou moeten zijn. Ik zal in ieder geval daar ook proberen als de voorzitter van de Raad of van het college ook een actieve en positieve bijdrage aan te leveren. Maar dan toch even terug naar de eerste vraag van de heer De Jonge, want dat is in ieder geval een vraag waar ik een antwoord op kan geven. Er is een afweging gemaakt waarbij je soms in beslotenheid en vertrouwelijkheid over informatie moet spreken. Dat is overigens een zware last. Dat heb ik ook in aanloop naar die bijeenkomst tegen de heer Bongers onder andere gezegd. Het is ook iets wat ik niet plezierig vind. Het is ook iets waarvan ik zelf vind dat je dat zo terughoudend mogelijk moet doen. Niet alleen omdat het wettelijk ingekaderd is, maar ook omdat ik zelf ervan overtuigd ben dat je dat zou moeten willen.
Maar toch waren er goede gronden om dat te doen. Nou, dat was gelegen in de grondwet en de wet openbaarheid bestuur. De heer De Jonge citeerde daar zelf net al uit. Dat heeft te maken met de belangen van derden in dit geval. Dus ik denk dat we daar tot een verstandig besluit zijn genomen. Overigens kun je dat anders wegen. Je kunt dat ook een politieke lading geven. Ik wil nog de heer De Jonge, nog de heer Bongers of wie dan ook in deze raad ontzeggen om dat te doen. En mijn inschatting is ook, en dat zeg ik ook maar richting de hele gemeenteraad, dat ongeacht wat er gezegd is en wat er gedeeld is en waar u al dan niet kennis van draagt, u de volledige ruimte heeft om bij de behandeling van de begroting iets te vinden over het dossier Rotbrink, daar opvattingen over te hebben, dat ook in besluitvorming in te brengen. En ik zou u dat ook niet willen onthouden. En ik denk ook niet dat dat nodig is. Het is heel moeilijk voor mij om terug te blikken. Ga ik ook niet doen, omdat het heel lastig is om overwegingen van de afgelopen maanden de revue te laten passeren. Al was het maar omdat ik er gewoon niet bij ben geweest. Wat overigens onverlet laat dat er altijd in Nederland bestuurlijk iemand verantwoordelijk is. Dus dat laat dat ook gezegd zijn. Ik vind het wel belangrijk om vooruit te blikken en er zorg voor te dragen dat we op zo kort mogelijke termijn met elkaar in de openbaarheid dit debat kunnen voeren. En daar is ook alles op gericht. En dat zal ook nog voor de kerstdagen zijn. Ja, dat is eigenlijk, voorzitter, alles wat ik op dit moment over kan zeggen. Want anders zou ik zelf doen waar de heer De Jonge zo bang voor is, namelijk de vertrouwelijkheid schenden. Nog een tweede ronde? Geen tweede ronde. Dan gaan we over tot bekrachtiging van het besluit. Wie is daar tegen? Met de stemmen van de VOV en de LPO tegen wordt dit voorstel bekrachtigd. En sluit ik de vergadering.